It's all I wanna do. Video hier op mijn kanaal Chester. Vandaag spelen we weer Call of Duty Black Ops 3. Spelen een potje Domination op de map Hunted. En we gaan spelen met de Razorback Submachine Gun. Want ik heb hem natuurlijk net unlocked. Ik ben met level 48 precies 2. En natuurlijk bij level 46 unlock je de Razorback. En ja, we gaan dit potje, zullen jullie hier zien, met deze class spelen. Sixth Sense, Flag Jacket, Fast Hands, Scavenger, Blast Presser, Razorback met Long Barrel en natuurlijk de FMJ, want Grip, dit ding heeft bijna nauwelijks recoil. En Grip zorgt, of FMJ zorgt dat je iets meer damage hebt en natuurlijk door dingen heen kan schieten. Maar zelf vind ik de Razorback niet altijd chill, maar ik denk laat ik er een potje mee gaan neerzetten voor jullie natuurlijk. Ik speel met de schip UAV, Wraid en de Hater natuurlijk. En daar is ook kill nummer 1 binnen natuurlijk. De Razorback reload best wel snel. Het is niet zo dat hij het al heel erg langzaam doet ofzo. Maar net zoals dit soort momenten, dan is het natuurlijk kut. Want je moet wel eerst echt de gunfight aangaan wil jij winnen. Dat is natuurlijk wel een beetje jammer. Let's go, we hebben die mensen vanaf B. Dus op dit moment wordt B niet gecaptured. Team, ik help je. Let's go. We gaan even kijken natuurlijk of we onze drinkjes kunnen gaan halen. Teammate, oh my god, hij staat daar gewoon op die kut trap. Maar ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Teammates, dus we lose B. Maakt niet zo heel veel uit, want we hebben A en C natuurlijk. We hebben de enemies missen in de spam. Sowieso dat er eentje hier omhoog gaat komen. Ja, daar hadden we hem al. Er staat er eentje AFK op B. Nou, lekker slim is dat. Als je moet poepen, moet je dat een andere keer doen of moet pissen. Moet je maar even in een hoekje gaan liggen. Eigenlijk ook niet. Dan word ik dadelijk weer gekild door hem als hij net terugkomt. En die wc-papier aan zijn broek hangen, weet je. Maar, dat is nu niet. Wat zit hier te campen? Twee man zit hier te campen zelfs. Oeh, drie man was het eigenlijk. Nou, we hebben bijna onze UAV binnen. Oké, daar is hij. Even weg hier snel. In de rug. Oei, oei, oei. Dat is een mooi turntje. Ik ga eventjes hier. Even kijken, waar ben ik? In het water. Water liggen. Zodat ik eventjes goed kan reloaden. Zo. En kijken waar de enemies liggen. Want ze komen naar zeven, zo te zien. Ja, jou zag ik. Oh, er zitten er nog drie. Die had ik niet gezien. Oh, jammer. Ik had bijna mijn verleden. Ik moet nog 3 kills of zo. Dat is jammer. Nu zijn we gecount in UAV ook. Terwijl ik een... hoe heet dat? Een UAV had. Maar ja, ik heb mijn site binnen natuurlijk. De specialist. Die wacht nog wel even tot we niet meer gecounterd zijn met inroepen. Kijken of er hier iemand onder water zwemt. Niet op dit moment. Maar, we doen gewoon even zo. Oh. Let's go, dat hebben we overleefd, gelukkig. Ik heb ook zo vaak dat ik daar gewoon naar beneden plum, dat ik dan niet oplet op hoeveel dingen ik nog heb. Dus, hoeveel R in mijn... exo, ik weet niet of het een exo is. Ik weet niet of ik het zo mag noemen eigenlijk. Voor mij is het geen exo hoor. Ik ga even reloaden, want dan komen we hier vanaf C aan. Let's go, ik heb mijn UAV weer binnen. Ik wacht even met inkallen, want... Teammet heb ook een UAV. Oké, let's go. We zijn allebei al dood hier. Zo. Dat was een friendly dart. In mijn rug! Holy shit! Hier hadden we echt even geluk. Ah, nu ben ik... Nee, heb ik geen geluk. Weer bijna mijn vreed binnen. Nog 3 kills. Oké, laten we nou mijn UAV inkallen. En mijn side. En de Razorback is natuurlijk ook gebufft. Want hij was eerst... heel, maar dan ook echt heel erg slecht. Zo. Let's go. Ik killde hem ook met zijn sight. Kom op B, teammates. Ja. Hebben we hem. Let's go. In mijn rug. Ik weet het. Oh, ik dacht dat mijn teammate hem had. Mijn teammate had hem dus niet. Jammer, jammer, jammer. Dat kan gebeuren, kan gebeuren. We gaan wel lekker 22 of 5 op dit moment. Komen ze via daar aan. Bukken. Waar ligt de ene gozer? Die is daar dus. Let's go. Die hebben we ook. Dan gaan we ze eventjes hier opwachten. Want ze komen daar niet aan. Oké, teammate, kom C, kom C, kom C. Ik wil dit potje winnen, want ze staan gelijk op dit moment. Oké, let's go. Teammate snapt hem tenminste. Let's go. C is down voor ons. Een wallrunner. Oké, die hebben we ook.
Zit er daar eentje? Ik zag hem. Hij staat me daar op te wachten. Let maar op. Ah, ik heb jullie allebei, jongens. Holy shit. UV erin. Kijken of we nu al door kunnen gaan voor mijn Wraith. Nog ongeveer 4 kills. Of wat assistjes. Oké, let's go, teammate. Zo doe je dat. Oké, laten we B gaan proberen te pakken. Dan hoef ik nog maar 1 kill ongeveer. Zo. Er moet even één iemand hierheen komen. Ik choke hem weer. Fuck off, hé. Hey. Ik heb hem al 3 keer gechoked, dit potje. Volgende ronde gaan we hem halen. Let maar op, echt waar. Volgende ronde halen we hem, jongens. Hij heeft die Hive Specialist aan staan, die ene. En nu, oh, hij heeft een Annihilator. Nou, oké, okay, Timo. Hij heeft Gay Potato on TV. Goeie naam, goeie naam. Origineel ook. Daar heb ik nog nooit tegengekomen, zoiets. Nou, serieus, ik ben echt serieus nu, hè. Ik heb nog nooit zo'n naam tegengekomen. Ik wist niet dat je gay als naam in je PSN kon zetten. Scheld worden kan niet. Maar ja, gay blijkt wel. Oh, de mooie dubbelkill daar zo, B-vlag. Oké, dat is een sniper, die ga ik dus niet challengen, want de ronde zit erop. Let's go. 31-7 in de eerste ronde met de Razorback. Best wel chill, want ik heb nog geen streets gehaald. Ik heb wel mijn site even een paar keer ingekald, natuurlijk 1 keer geloof ik. En die gaan we dadelijk ook inkallen, want dan krijg je natuurlijk meer punten per kill. Maar we doen het goed als je kijkt naar onze teammates. Hij heeft maar 8 kills, 14 kills, 8, 6 en 5 kills. Het gaat redelijk, jongens, het gaat redelijk. Dus nu deze ronde ook even knallen. Even deze vlag pakken hier bij B. Of ik ga, nee, ik ga gelijk naar, ik bedoel de C pakken. Maar ik ga gelijk door naar B. Als ik daar even een paar kills met mijn site op kan pakken. Dus ik krijg natuurlijk 125 punten als je site killt. Site kill maakt, dat wou ik zeggen. Als ik hem nu weer choke ben ik dan. Dan ga ik echt. Yes, ik heb mijn Wraith. Let's go. Dan heb ik bijna mijn hater. Oké, doe dit ding weg. Gaan we hierheen. Oh. Kom op, hater. Ik moet mijn hater even hebben. Nee, dan word ik gesniped. 20 punten voor mijn hater. Waarom moet ik nou weer zo dom zijn? Anders had ik hem gewoon gehad. Maar ja. Fuck, ik heb de mensen met Wraith, die maakt tenminste kills. Daar gaat het om. En die hater, ja, daar maken mijn teammates kills mee. Die maken eigenlijk daar gebruik van. Dus aan de ene kant wel chillen dat ik die niet heb gehaald, maar ja. En nu word ik weer gekilled. Op boosje manier. Op dat soort manieren is de Razorback dus niet goed. Daar moeten ze nog eventjes naar kijken. Maar ja, anders wordt hij ook weer veel te OP natuurlijk. Teammates had hem best wel mogen hebben, als ik eerlijk ben. Oké. Okay. Jij gay doen? Kan ik ook gay doen? Zit hij daar nog steeds sniper? Ja. Let's go. Oh! Er zit er nog één. Meneer Gay Potato zit er ook nog in. Dan gaan we eens even backriepen, oké? Okay? We gaan ze even backriepen. We kunnen proberen dit potje 60 kills net te zetten. Dat zal wel mooi zijn. Mooie 60 gameplay, 60 kills gameplay. Wat? Wil jij ook doodgaan of wil je dat niet meer? Oké, laat me jouw locus even oppakken. Kijken of ik hier wat mee kan verrichten. Nou, hij is al dood. Oeh, cheeky sniper daar zo. Oh, holy shit. Hij pakt zijn handgun erbij en ik had hem nog, jongen. Holy shit, dat, zo doen we dat eventjes. Bam. Quiz koop gewoon de kop, hè, jongen. Gewoon door je hoofd, huppakee. We staan nog best wel hard voor. Dat is mooi. Mooi is ook dat hier gewoon geen time limit aan zit. Het gaat gewoon net zo lang door. Dus als wij gewoon allebei steeds 1 cap hebben, gaat goed. Maar nu mogen we eigenlijk best wel beter terug hebben, als ik eerlijk ben. Anders gaat het niet goed met punten. Oh my god, een Annihilator. Teammates! Motherfuckers. Oké, dan ga ik ook mijn site erbij pakken. We moeten B even op C. Pak maar C.
Doe maar C. Oh, ja, oké. Ik ben mijn site kwijt. Oké, dat kan gebeuren. Kom maar. Payback. Oh, nee. Assist. Hij gooit nog even snel een stun, maar ja, dat is mislukt. Oké, de enemies willen een comeback maken. We gaan ook op A, zoals je ziet. Nu ga ik alleen nog maar dood, jongen. Ik heb nog 5 kills, dan heb ik 60 kills binnen. Kom maar. Leeft hij nog? Ja, hij leeft nog. Hij komt hieruit. Sowieso. Ja, ik zei het je. Teammate, kom op B dan. Ik wil dat potje wel winnen. Als we dit nu nog verliezen, jongen. We hebben echt een stelletje retards. Oh my god, teammates. We hebben een raid in de lucht. Nu moeten we toch wel B kunnen pakken. Ze zitten ook daar met z'n drieën te campen in een huisje. Oké. We gaan dit nog verliezen ook. We staan bijna achter. Ga toch weg, man. Jij bent echt een viezerik, jongen. Jij bent echt stinkend. Gadverdamme. Kom op B. Teammates, kom nou op B. Echt waar. What the fuck is er mis met jullie? Nou, ik ga voor A. We gaan dit toch anders niet winnen. We moeten wel op A of iets. Ik heb er bij de way wel 60 kills. Let's go. Teammate, die doet wel leuke dingen aanzetten. Oké, kom op A pakken. Voor de comeback. Jongen. Heb je teammate hem? Nee, tuurlijk niet. Teammate die kan ook niks natuurlijk, hè. Chester moet alles carry hier zo. Oké, we lose ook nog C. Ja, laat het potje dan maar snel afgelopen zijn, want dan wil ik niet eens meer tegen deze teammate, met deze teammate spelen. Oké, laat die site erbij pakken. En ze hebben een UAV, dat boeit me geen kut. Oei, ik wou hem net inzetten. Oh, beter gaat ze geen save verliezen. Oké, let's go. We hebben geen save verloren. We kunnen nog die comeback maken. We kunnen nu nog die comeback maken. Maar dan moeten we echt even onze concentratie erbij houden, jongens. Ik zweer het je. Ik ga gewoon voor de A. Ga je op A. Gewoon die triple cap pakken. Die hebben we nou echt even nodig. Ze zitten weer op B. Daar moeten we A hebben, jongens. Kom op. Let's go. Oh, nu moeten we ook... Ze zitten ook op C. Kom op. Nee, we staan weer voor. We staan gelijk. We staan voor. Oké, zo moet het laten blijven gaan, jongens. Nee, geen Charlie verlies. Let's go. Nee! Ja, we hebben gewonnen! Jongens, we hebben gewonnen! Let's fucking go! We hebben bijna 70 kills. We hebben het potje gewonnen. Daar gaat het natuurlijk om. Dus, wat we nu hebben gedaan is dus een potje gewonnen. Dus we hebben dik voor de objective gespeeld. Althans, we hebben 5 captures. Echt dik shout naar Tom Ringskun92. Want die heeft gewoon 11 captures in ons team natuurlijk. En natuurlijk Tomco00 voor 9 captures. En we hebben een lekkere score neergezet. Dus, mocht je genoeg hebben van deze video, laat even je blauw duimpje omhoog achter. Hij duurde bijna 15 minuten lang. Dus... als we gewoon 50 likes deze video kunnen halen, ben ik helemaal blij. Dus, super bedankt voor het kijken naar deze video. En tot morgen, jongens. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer, mensen. Later.